Oké, we gaan er nog eentje opnemen. Nog één matchje. Een matchje. Natuurlijk, ik speel met Barcelona. Waarom met Barcelona? Omdat Barcelona mijn favoriete ploeg is. Sinds dat ik echt heel klein ben. Ben beginnen voetballen vanaf mijn 9. En nog steeds mijn favoriete ploeg. Waarom? Omdat ze eigenlijk altijd maar een mooi spel brengen. Waar ik ook wel van hou. Dus Barcelona, hier gaan we. Laat ons spelen, want deze opdrachtjes, dat doe ik toch niet zo heel graag. Voilà, ze. Hier gaan we. Speel nog steeds Champions League. Oké, okay. Hier gaan we. Weer tegen Juventus. Vorige wedstrijd hadden we 1-1 gedaan tegen Juventus, dus hopelijk kunnen we nu wat meer maken. We zijn al heel slecht bezig. Oh, gelukkig dat we onze keeper nog hebben. Oh. Oké, over. Heel goed. Zeker goed. Oké. This is what we expect from the Blaugrana. Marc-André ter Stegen stands between the posts. Clément Longley plays alongside Piqué in the middle of the defense. And operating through the middle in attack today is Lionel Messi. Crossing possibilities. Die had we sowieso niet kunnen hebben. Soms zitten er zo slechte passen in. Nu naar de keeper. Het leukste wat ik... Oh, dat was een fout. Gele kaart. Toch wel geel hoor. Voilà, ze. Daar is de kaart. Kijk. Ik ben meer zo een speler die liefst alles langs de flank heeft. Oh, Messi. Voilà. Ingooien. Maar Messi, Messi. Oh, recht op de keeper. Natuurlijk, als ze allemaal niet meevolgen, dan is het moeilijker om... om een actie te maken. Die zijn we weer kwijt. Oké, terug. Oh, mannetjes, zeer slecht. Niet goed. Come on. Mannetjes, we zijn slecht aan het spelen. Hè. Oké, snelle actie naar Messi. Oh, Messi weer bal kwijt. Ja, die wand is dat veel druk. Geen. Oh, slecht, slecht, zeer slecht. Oh,
zelf schieten. Dat is geen goede. Oké, inworp. Offside. Oké. Kunnen we niet veel aan doen. Langs midden, langs de flanken proberen. Ja. Zeker geen buitenspel. Ja. Oh, de bal. Nee, die had erin moeten zijn. Mooie actie. Kom maar, mannen. Oh, weer slecht. Niet laten schieten. Oké, goed verdedigd. En de eerste helft. Kom aan, hier zit meer in deze wedstrijd. We kunnen dit nog winnen. 0-0, eerste helft. Oké, klaar voor de tweede helft. Kom aan. Dit kunnen we echt wel doen. Dit moeten we eigenlijk gewoon, er is geen keuze. Als we zo blijven spelen, komt het niet goed. Allee, weer buitenspel. Hoe komt dat elke keer? Nou, eigenlijk is het ook wel overduidelijk, een bal. Moet ze niet laten schieten met dit. Oké, die hebben we. Met de maxi te maken. Dus via het midden proberen, langs de flanken. Ja. Oké, die zijn vertrokken. Iemand op ons af. Oké, super. Oh, dat is te ver. Oké. En warp. Oh, Messi weer al kwijtgespeeld. Mannekes, niet goed. We zijn zeer slecht bezig nu. We zitten al in de 65e minuut. Het wordt eigenlijk wel dringend tijd dat we gaan scoren. Zeker geen fout. Toch zijn we hem weer kwijt. Oh, is dat dan door buitenspel of niet? Ah, oké. Dat trekt er al wat meer op. Ja, eigenlijk ook al soms heel gevaarlijk aan het spelen. Deze actie zat er veel meer. Maar echt wel veel meer. Nee, nee, niet laten schieten. Oh, gelukkig dat hij erover is. Maar dat was eventjes paniek.
oudje. Laat ons hopen dat we nog eentje kunnen scoren. Frankie de Jong. Yannick Snap. On the scent of a winner late in this game. Ja, oh, wat een redding van de keeper. Hier gaan we. We proberen. Oh, dat was naar de Jong, maar dat is niet zo goed. Oké, okay, we zijn terug. Oh, bijna fout. Oké, okay, hier gaan we. Een extra minuut. Lamana. Oké, okay. In de wedstrijd. Oké, okay, niet zo slecht, maar ook niet om te zeggen supergoed, om eerlijk te zijn. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende video.